Welkom allemaal, mijn naam is Rian en je bent afgestemd op mijn review van de 3D Android en Mediaspeler gefabriceerd door Shenzhen Bluetimes Technologies. Bluetimes had een promotie op Facebook en andere bronnen waarbij zij 15 mensen uitgekozen hebben die de speler tegen transportkosten alleen zouden kunnen krijgen. En daarvoor moesten wij een review schrijven en een YouTube review. Zo, hier is mijn eerste gedeelte. Ik ga jullie laten zien wat er in de doos zit. En in het tweede gedeelte laat ik zien hoe de speler werkt op mijn televisie. Als eerste deze stroomaansluiting, standaard Europees. Zelf zit ik in Engeland, dus ze hebben mij de verkeerde toegestuurd. Dus mocht het voor jou van belang zijn, meld het even. Dan sturen ze je de goede toe. Aan de andere kant zit de standaard aansluiting, tweepinnig. Die gaat in de adapter. De lengte van dit gedeelte is ongeveer een meter, de andere kant is ook ongeveer een meter. Dan hier de adapter waar die in gaat, omdat het scherp is. Aan één kant de aansluiting voor de kabel die ik net liet zien. Dit is de bovenkant waar een groene led zit. Die led is vrij fel. En aan de andere kant, even kijken, zit een standaard beschermingsgedeelte. En een standaard gelijkstroom plug. De plug past goed, je kan hem niet echt bewegen, je kan hem er ook niet makkelijk uittrekken. De tweede kabel die ze mij toegestuurd hebben in de doos is een audio-video kabel. Standaard 3,5 mm 3-ring plug. Wordt volgens mij ook veel op telefoons gebruikt, iPods en andere aansluitingen. Kabel is plat, driaderig, ongeveer een meter lang. En aan de andere kant zit de standaard links-rechts audio, rood en wit. En composite. Je kan dezelfde kabel gebruiken voor je component output, uitgang. Daarvoor heb ik even getest welke kleuren overeenkomen met welke ingang voor je scherm. Dat is geel is groen, rood gaat in de blauwe ingang en de witte gaat in de rode ingang. Dan de volgende kabel die ze mij toegestuurd hebben is de serial ATA kabel. Zoals je kan zien wordt zowel data als voeding voorzien. Dat betekent dat als je een interne harddisk hebt, dat je niks anders nodig hebt. Je stopt deze kabel in de harddisk en de andere kant in de speler en het werkt. Ik heb hem zelf getest met deze 1 terabyte Western Digital Caviar Drive. Ik had ooit een Western Digital Elements gekocht waarbij de voeding kapot ging. En sindsdien heb ik hem als interne schijf gebruikt. Maar nu heb ik hem dus aan mijn player gehangen. Zoals je kan zien, interne hard drive heeft blootliggende elektronica. Raak hem niet aan als die aangesloten is. Ik raad aan om naar een website als Deal Extreme te gaan en daar een goedkope behuizing aan te schaffen voor ongeveer 3 euro heb ik er een gezien, 4 euro. Ik heb er zelf een besteld, hij is nog niet binnen, maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Dan is hij in ieder geval beschermd en loop jij zo of minder risico. Zo gaat de kabel erin. Ik had zelf gewenst dat hij wat langer was, maar helaas, hier moet je het mee doen. De andere kant gaat in de speler. Werkt verder goed. Hou er rekening mee, een interne harddrive wordt warm, dus hij heeft ventilatie nodig of hij moet zijn hitte kwijt kunnen. Even kijken, volgende is de handleiding. In mijn geval in het Engels, waarschijnlijk hebben ze ook een Nederlandse. Zoals je ziet, niks bijzonders, gewoon standaard papier. Ik heb hem bijna niet nodig gehad. Ik gebruik hem alleen om uit te vinden hoe ik Android apps kon installeren. En sommige features wist ik gewoon niet wat het voorstelde. En daar staan netjes beschreven. Alle opties en afstandsbediening opties staan netjes beschreven. Dus hij doet waar hij voor nodig is. De volgende is een promotiefolder. Er staan alle apparaten die Bluetimes fabriceert in. Dat is mijn vraag best een groot portfolio met wat ze maken. Je kan de website bezoeken, is www.ibluetimes.com.
www.ikea.com. Daar staat alles wat ze maken. Zeker de moeite waard. Dan ene laatst de afstandsbediening. Zoals je ziet, het is standaard formaat. Niet echt te groot, niet te klein. Hij is heel licht. Het is gewoon plastic. Werkt op AAA batterijtjes 2. Ik heb hem geprobeerd op afstand. Werkt goed. Ik hoef hem niet direct op de player te richten, op de speler. Dus de hoek is ook goed als je mij vraagt. Ja, verder doet hij gewoon waar hij voor bedoeld is. Logisch ingedeeld. Geen lastige combinaties of zoeken naar knop. Belangrijke knoppen zijn duidelijk. Ik ga er 4 uitlichten. Als eerste de eject button knop. Deze moet je gebruiken om mediakaarten, USB harddisks los te koppelen. Vergelijkbaar met in Windows. Als jij een USB stick wil verwijderen, dan moet je die eerst hardware loskoppelen. Als je dat niet doet, loop je het risico dat als je bijvoorbeeld bestanden verplaatst hebt of verwijderd, dat hij die wijzigingen niet doorvoert en dat je dingen kwijt kan raken. Dus gebruik hem daarvoor. Tweede knop die ik wil laten zien is de TV System knop. Die zit hier. Met deze knop kan je door alle beeldformaten die de speler kan uitsturen navigeren. Dit is met name belangrijk in het begin als je hem voor het eerst gebruikt. Dan kan je dus makkelijk een scherm tevoorschijn toveren dat werkt met jouw scherm. De volgende knop is de setup knop in het midden. Met deze knop kan je tijdens het afspelen van de film direct naar de instellingen van de player gaan, van de speler. En zo kan je dus iets wijzigen en als je dan weer op die knop drukt, ga je terug naar waar je gebleven was in de film. En als laatste de options knop. Option knop. Deze knop heeft bijna op elk scherm van de speler een functie. Hij geeft je verschillende mogelijkheden. De twee belangrijkste die ik gevonden heb is tijdens het afspelen van een film krijg je met deze knop toegang tot het menu dat, waarmee je helderheid, contrast, tint en verzadiging kan wijzigen. En op de bestandsbeheer File Manager krijg je keuze tussen de weergave, bijvoorbeeld thumbnails, list view of een preview weergave. En dan heb ik alles gehad, behalve de speler zelf. Hier is die. Dus je kan zien, mooi vormgegeven. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands noemt, maar in het Engels is het brushed aluminium. Het is echt metaal. Het voelt goed aan. Stevig gebouwd, geen gammele dingen. Van de voorkant is glanzend plastic. Van rechts naar links zie je de aan-uitknop. Die is blauw wanneer die aanstaat en licht rood als die uitstaat. Daarnaast zit de sensor voor de afstandsbediening. Daarnaast zit het centrale LCD display. 4 digit voor de klokweergave. En 6 indicatoren voor afspelen, pauzeren. USB is aangesloten, harddisk is aangesloten, netwerkverbinding is aangesloten. En 2 die voor deze speler niet ondersteund zijn is record opnemen en disc. Waarschijnlijk zijn de versies die digitale tv-opname ondersteunen. Deze doet dat niet. Dan op de volgende kant is, even kijken, het memory card slot. Ik heb hem getest met een SDHC kaart van 32 gigabyte. Zonder problemen, alles werkte zoals het zou moeten. Daarnaast is de aansluiting voor de harddisk. Ik heb dit ook geprobeerd, werkt goed. Dan de achterkant, meest belangrijk waarschijnlijk. Van rechts naar links zie je hier een slot waar de antenne voor de wireless verbinding in had kunnen zitten als je die versie ontvangen zou hebben. Dat betekent niet dat deze versie het niet kan. Ik heb uitgevonden dat deze Sitecom dongle 150N
als ik me niet vergis, type nummer WL353. Werkte direct. Ik plugde hem in de USB-poort en ik had gelijk het configuratiescherm en verbinding met mijn thuisnetwerk. Daarnaast zie je de HDMI-poort. Vrij standaard. Geeft video en audio-output. Je kan kiezen tussen de originele audio-formaat, waarbij hij dus AC3 of DTS geëncodeerd naar je receiver kan sturen, of gedecodeerd LPCM. Daarnaast zit de gigabit Ethernet-poort. Ik heb zelf geen toegang tot gigabit apparaten, dus ik heb alleen 100 megabit kunnen testen en dat werkt. Daarnaast zitten digitaal, coaxiaal en optisch uit. Beide getest. Beide hebben ook weer de optie om het originele audioformaat door te sturen of gedecodeerd LPCM. Daarnaast zit in de gele plugs de component en audio-video out. Leuk extraatje is dat ik dus erachter kwam, je kan HDMI en component en of audio-video aansluiten en je krijgt op beide uitgangen een beeld, dus je kan meerdere schermen tegelijk aansturen. Dan een resetknop en die heb ik nog niet kunnen gebruiken, dus ik weet niet of die werkt. En de uitgang, sorry, de ingang van de stroom, de adapter. De laatste kant zijn drie USB-poorten. De eerste is een USB 3-poort. En de andere twee zijn USB 2-poorten. Ik heb ze allemaal getest met mijn draadloze internetverbinding, met toetsenbord, draadloze muis en 2,5 inch draagbare harde schijven die dus geen eigen voeding hebben. Werkte allemaal zonder problemen. Nou, misschien nog even snel rond laten draaien. Je ziet, onderkant zitten vier pootjes. Dit was het eerste gedeelte van mijn review. Ik hoop dat je er wat aan had. In mijn tweede gedeelte laat ik zien wat de player doet als die aansluit is op een tv, hoe de interface eruit ziet. Dus ik hoop je te zien in de tweede review. Bedankt voor het kijken en tot ziens.